Hoe blijft zij in shape? Ja, gewoon gezond leven en veel bewegen. Haar sportieve leven heeft haar al heel veel medailles opgeleverd. Zwarte vind ik het mooi, want dat is wel een van mijn lievelingskleuren. En roze is natuurlijk ook heel mooi. Ze trekt haar sportschoenen zondag niet alleen aan voor een nieuwe medaille, maar ook voor het goede doel. Ik heb daar ook geld voor gestort. Dat doe ik elk jaar, dat is heel belangrijk. De sportvrouw uit Zevenhuizen traint het liefst alleen. Dat vind ik prettigst, heb je nergens geen gezeur mee. Eigen tempo, eigen denken en zo. Prachtig. Ze begon pas op haar 63ste met hardlopen. En met 3 keer per week trainen verslijt zij heel wat schoenen. Ieder jaar een nieuw paar nodig. Ja, dat is ook zo, want anders is er zoveel zweet. De ladies run is heel leuk, omdat je al die vrouwen en die dames ziet. Heel grappig te praten en om te kleden en rond te lopen. En vorig jaar was het heel erg regen, dus ze liepen allemaal met parapluën op. Dat was niet zo prettig hoor, maar het heeft echt sfeer. Heeft het. Als ik gezond blijf en niks krijg, dan denk ik, hoop ik heel lang te kunnen lopen.